Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. We gaan het vandaag hebben over het maken van de formule bij... Wat je krijgt als grafiek als je een parametervoorstelling gaat tekenen. In sommige gevallen is dat namelijk best makkelijk en daar wil ik één flauw voorbeeldje van geven. Dus laten we even kijken naar het voorbeeld wat ik heb bedacht. X van t is de cosinus van t. Y van t is een half cosinus 2t plus een half. En t loopt van 0 tot pi. En als je dat invoert in de rekenmachine, dan ziet het er zo uit. Op het parametric scherm natuurlijk, hè? Bij mode. Mode, parametric. Heel goed. Nou, en als je dit gaat tekenen, dan gebeurt er iets leuks. Dan krijg je namelijk iets wat een klein beetje iets weggeeft van een parabool. En jij als wiskunde B-leerling vraagt je natuurlijk af van, is dit nou exact een parabool of lijkt het alleen maar op een parabool? Wat moet ik hier nou mee? Nou, wat je kan doen is gebruik maken van de formules die we eerder in het hoofdstuk hebben geleerd om te kijken of dit nou echt een parabool is of niet. En wat je eigenlijk wil is de y schrijven in termen van de cosinus van t. Je ziet dat de x is cosinus t, dus als ik hier cosinus t kan maken dan ben ik blij. Nou, jullie weten nog dat de cosinus van 2t gelijk is aan 2 cosinus t in het kwadraat. 2 cosinus kwadraat t, zoals in het boek graag zeggen, min 1. Dus als ik dit nou ga invullen op de plek van die cosinus 2t, dan krijg ik een half keer, haakje openen, 2 cosinus kwadraat t min 1 plus een half. Nou, oké, haakjes uitwerken, dan krijg je een half keer 2, dat is gewoon 1. Dus dan krijg je cosinus kwadraat t. En je krijgt een half keer min 1, dat is min een half. Plus een half. Ja, dus dan hou je eigenlijk alleen maar hierover het kwadraat van cosinus t. En dat schrijf ik nu even op de normale manier. Hey mensen, maar cosinus t, dat was x. Dus hier staat eigenlijk, y is x kwadraat. Mooi hè? Dus dit toont aan dat die grafiek die we hier zo mooi in beeld hebben, dat het echt een stukje is van een parabool. Maar waarom is het niet de hele parabool? Weet iemand dat? Hij gaat van 0 tot pi, maar wat nog veel erger is, als ik dat domein groter maak, dan wordt die parabool niet groter. Dat kan ik laten zien. Stel je voor dat ik hem laat lopen van min pi tot 2 pi. Min pi tot 2 pi. Dan krijg je dit. Wat is hier aan de hand? Waarom krijg ik niet de hele parabool? Heeft iemand enig idee, Shafira? Nee. Laten we nog even kijken naar de formule. X is de cosinus van t. Waar zit de cosinus van t tussen? Cosinus was dit. Min 1 en 1. Ja, die cosinus doet zo. Dus die zit tussen min 1 en 1. En dat betekent dat die x altijd tussen min 1 en 1 zit. En die y, nou ja, laten we even kijken. Die cosinus zit tussen min 1 en 1. Als ik dat keer een half doe plus een half, dan wordt de evenwicht anders een half en de amplitude ook een half. Dus de y zit tussen 0 en 1. Nou, en dat verklaart dat ik niet de hele parabool zie, maar alleen maar het stukje waarbij x loopt van min 1 tot 1 en de y van 0 tot 1. Mooi, hè? Nou, laten we eens even kijken naar dit ding, hè. Je herkent hier een amplitude van een half. Het getalletje voor de cosinus. Amplitude is een half. En de evenwichtstand van een half. Dat is dat getalletje wat hierachter staat, toch? Nou ja, en als zo'n golfje een evenwichtstand heeft van een half en een amplitude van een half, dan zit hij dus, zeg maar, ja, tussen 0 en 1 in. Dus vandaar dat hij tussen 0 en 1 zit. Mag ik, waar staat de evenwichtstand nu? Een half. Dit getal. Oh, ja. Oké, nou, dat was het eigenlijk wel. Zijn hier nog vragen of opmerkingen over? Oké, dan dank ik jullie voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag.
dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit, meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Thank you.